Een wedstrijd van een kleine 7 uur, maar laten we toch nog maar even geduld hebben en de essentiële vraag stellen aan Karel van Niekerk. Ben je hier graag, Karel? Ik ben hier heel graag, zeker als het zo'n weer is. Zoals je al aangaf, het is fantastisch koersweer, maar we wachten op de eerste beelden. We weten dat er 4 renners vooraan rijden en dat zijn een Italiaan, De Marchi, een Belg, Simons, een Japanner, Miyazawa, dat is de Japanse kampioen, en Ignatieff, een Rus. En ze hebben op dit moment nog een voorsprong van amper 1 minuut en 40 seconden. Ze hadden een maximale voorsprong van 13 minuten en 30 seconden. Daar blijft nog een kleine 2 minuten van over. Dat betekent dat in het peloton hard wordt gekoerst. En daar zien we Roeland steken aan het Castello Sforzesco. En er wordt een Japanse vlag getekend. U begrijpt waarom. Een eerbetoon en terecht aan de slachtoffers van de verschrikking ginds op het Japanse eiland. Ignatieff zagen we signeren, belangrijke man in lange afstandsondernemingen. Scarponi, die groet. Iris Petacchi, winnaar in 2005. Cancellara, de winnaar in 2008. Zou hij al klaar zijn voor een plan? Iris Visconti, de Italiaanse kampioen. Beetje de vraag, wat doet Visconti hier? Hè? Van Avermaat, kunnen we daarop rekenen? Husshoff wordt bij de topfavorieten gerekend. En een wereldkampioen die in Milan-San Remo wint, het gebeurt niet zo vaak. Dan zagen we Löfqvist. De Italianen krijgen natuurlijk ook wel even een beeldje. De mannen van Liquigas, mikken ze op een sprint of moeten zij op aanvallers rekenen? Wel, er zijn nogal wat ploegen die het van de aanval moeten hebben. Maar daar hopen we nu al zo lang op, hè? Een aanval waar een van de onze dan wat beter uitkomt. Husshoff gaat naar de startlijn aan het Castello Sforzesco. En daar die vlag, gesigneerd door iedereen. En daar de Japanse kampioen, Karel. Ja, die Japanse kampioen die mee zit in de ontsnapping. Man die toch al 15 overwinningen op zijn eerlijst heeft staan. Het zijn vooral overwinningen natuurlijk geboekt in Azië. Bij ons niet heel erg bekend. Maar we gaan hem straks wel nog in beeld zien. Op de voorposten zien we Steve Chanel. Even in gesprek met de Offredo. Of een poging tot een gesprek. En dan buiten de stad beginnen we bij kilometer 0. En dan zijn we vertrokken voor 298 kilometer. Tja, dat klinkt natuurlijk heel veel. Maar die profs, die lachen daar eens mee. Zij zeggen Milan-San Remo is lang niet de lastigste wedstrijd van het jaar. Dat is natuurlijk wel zo dat die kilometers in je lijf zitten als die finale losbarst. En dat dan de grote motoren meer kans maken dan de mannen die iets minder inhoud hebben. Lemanje, zie je daar. Dat is zo ongeveer waar we nu mee bezig zijn. En we moeten hier aan de beklimming van Lemanje toe zijn. En daar hebben we de koplopers met Simons op kop. Nico Simons uit Tielt, Wingen. Eigenlijk uit de Sint-Joris-Ringen, maar die is ondertussen al een tijdje verhuisd naar het zuiden, naar Wallonië. Vanwege een huwelijk met een Waalse. De Japanse kampioen zien we hier op de achtergrond. En het is Ignatieff, de man van de lange adem, de man van de lange aanvallen die nu naar de kop gaat. En dan De Marchi, die komt uit de Friuli. Een Friuliano, een wat aparte jongen, zeggen de Italianen. En zij hebben een voorsprong van nog een minuutje of zo wat. Minuut 40 was het een paar kilometer geleden. Het feit dat ze zo snel knabbelen aan die voorsprong wil zeggen dat er in het peloton heel veel ploegen zijn die de koers willen hard maken. Het is constant in de remmen gaan. Hè. Dit is hier weer een valpartij. Ik weet niet of dit live is nu. Of dit die opgenomen valpartij is waarbij Sébastien Rosseler betrokken was een tijdje geleden. Ik durf ervan uitgaan dat het opnieuw rechtstreekse beelden zijn dit. Matthews ligt erbij, vlag erbij. En ik zie met de nummer 205 wat problemen bij Arvesen. Ook een van de mannen van de Omega Pharma Lotto staat erbij. Ik meen ook Leukemans in de vlucht herkennen. Het is inderdaad Leukemans die daar problemen heeft met zijn fiets. Langeveld, hinkepinkelt. En heeft wat te pijn blijkbaar. De winnaar van de omloop, het Niesblad, met Verve deed hij dat daar winnen. Met de nummer 233 zien we ook Cardoso. Wat een gevring is dat daar om nog recht te komen. Met 197 zien we daar ook David Tanner van de ploeg Saxo Bank, de ploeg van Nick Nijes. Graaps staat er hier ook bij. Pion in het raderwerk van HTC Columbia. Highroads, de ploeg van Cavendish. En Goss.
Langeveld staat daar ondertussen weer recht. Lijkt al van zijn grootste pijntjes af. Op dezelfde manier ging ook Rossonair tegen de grond en die is dan uit de wedstrijd gestapt. Dit zijn live beelden. En ik herken daar toch al op de voorposten onder meer Philippe Gilbert. Ik zie ook Cancellara op de voorposten. Je moet daar al zitten in de buurt van Lemagne. Ballan zat daar, de voormalige wereldkampioen die weer goed aan het rijden is van BMC. Dit moet een groepje zijn dat zich afgesplitst heeft van het peloton. Ik neem aan dat dat de eerste achtervolgers zijn met Ahmed Tsuruka die daarbij zit. Ook Chavanel. En Duran. Grifko zien we er ook tussen zitten voor Astana. En die zitten we dan weer vooraan met Ignatieff. Dan Demarchi. Ja, dat zijn de enige twee die overgebleven zijn, denk ik. Ik zag de Japanner in dat tweede groepje. Maar we zijn op 92 kilometer van de aankomst. Dus we moeten nog over de Capi, dan nog over de Cipressa en over de Poggio, dames en heren. Het wil dus nog wel wat zeggen, vooraleer we helemaal thuis zijn. Lemagne, een paar jaar geleden op het parcours ingevoerd om nog wat meer te schiften. Dat is af en toe gelukt. Na 2008 maakten we misschien een wat voorbarige conclusie. Ja, het is gelukt. Cancellara wint. Maar dat had vooral natuurlijk te maken met de kwaliteiten van Cancellara in die finale. Toen hij wegreed op 2 kilometer van de aankomst. En er gewoon niks aan te doen was. Peloton op 1.50. Ahmed Tsuruka hier heel bedrijvig. De Bask. De Japanse kampioen is daar al opgeraapt. Ja, dat heb ik gezegd. Hè? Vooraan verdwenen en opgeraapt door dat tweede groepje. Ook Grifko zat daarbij van Astana. En hier weer een valpartij. En een man van Quickstep. De ellende is daar blijkbaar nog niet groot. De Chavanel, dat is in dit groepje. En het druppelt daar. Dat werd ook vreemd genoeg aangekondigd dat het zou gaan regenen in de late namiddag. Het peloton op 1.50. De 6 achtervolgers, er zijn er ondertussen nog 5. Op 1.20. En ik zie dat er nog meer afscheiding gekomen is in dat peloton. Dat is door die val op weg naar Lemagne. Het mag al een wonder heten dat Chavanel hier aan de start gekomen is. U weet dat hij in de 6e etappe van Parijs-Nice, of de 7e beter, niet meer van start gegaan is. Vanwege een hevige bronchitis. Vrees was groot dat dat zou omslaan in een longontsteking. Dit is Tsuruka. En hier zit Chavanel dan. Dus dat is dan in een tweede achtervolgende groep. Dat de valpartij is gebeurd. Hier Grifko die naar de kop komt. Maar dan toch al een strijd op een aantal fronten. Ik denk dat hij vooraan met een leegloper zit. En dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om te dalen. Het zou kunnen. Een en al verkramping. Natuurlijk zeer vroeg weggereden in de race. Na 10 kilometer zijn die vier vertrokken. Demarchi, Seimes, Miyazawa en Ignatieff. En dus nu ruim over de kaap van de 200 kilometer zijn er al twee opgeraapt. Ik neem aan dat hij stilaan ook een beetje moe is. En dat hij niet meer echt controle heeft over de gebeurtenissen. Daar is er een probleem ook in de afdaling voor iemand van Rabobank. En dat is altijd een belangrijke pion, want dat is de ploeg van nu. Maar het is Freiren, hè? Die daar staat. Is het terug nummer 1 achteraan? Ja. Dan is het hem. Oscarito zal een eerste keer in het energiereservoir moeten tasten en dat duurt wel een hele tijd alvorens hij daar geholpen wordt. Drievoudig winnaar Oscar Freire met problemen. Daar komt een tweede Rabobankrenner helpen. De eerste die daarbij staat is Chalingi. Dat achterwiel zit geblokkeerd. Ondertussen is het hele peloton voorbij. Het is nog wel 85 kilometer, maar het is wel op een kritieke plaats. De vraag is, wat doet dat peloton hiermee straks een keer beneden op de Via Aurelia? Is het vol opgelost? Nou, hier gaat er eentje tegen de grond. Ach. Voorspelt allemaal niet veel goeds voor de finale, want er staat oostenwind. En de bewolking die daar hangt, die komt straks nog mogelijk hier naar San Remo. Daar nog een ploegmaat die voorbij komt. En wat is daar in godsnaam met die fiets aan de hand? Hij wordt geholpen door Boom. Hè? Boom is handig vanuit dat veldrijden natuurlijk. Die kan wel een wiel repareren als het nodig is. Boom is weer op pad en Freire ook. Ik denk dat de jongen die tegen de grond ging, dat Alan Davis was van Astana. Dus ook hij kwam vanuit de achtergrond. Dat betekent dat hij ook niet echt super was. Davis die ook al eens prijs gereden heeft. Een meermaals zelfs. Tweede in 2007 en vierde in 2009. Het is bruine zeep hoor, waar ze op rijden. Als je ziet hoe die jongens allemaal naar beneden rijden. Die motor wordt een klein beetje vooruitgestuurd. Terecht ook, want Wiggins. Levensgevaarlijk. Ja, er is van dat zomerafstand. Daarboven aan het restaurant
Dat is wat anders. Dan gaat het nu snel. Dat is wat anders. Maar goed, dat draagt alweer bij tot de spankracht. En wat de gevaarlijkheidsgraad van de afdaling van de Capoperta betreft, is natuurlijk handiger met een groep van 45 dan met een peloton van pakweg 150. Ja, en wat opvallend is, en toch ook wel heel sterk, die Japanse kampioen, die Miyazawa, die kwam daar als tweede boven op die Capoperta in die tweede groep. Hè. Die kwam nog helpen werken voor Visconti. De hele dag mee in het offensief. Ja. Zou het dan toch niet rap genoeg gaan vooraan? We wilden nu een klein beetje nerveus krijgen, dames en heren, maar worden dat zelf natuurlijk ook. Afdaling razendsnel hoor. En dan zo meteen Imperia binnenduiken door dat smalle stadstraatje. En als die druk van achteruit weer wat groter wordt, als ze bijvoorbeeld aan de voet van de Cipressa op een seconde of 15-30 zitten, dan gaat Philippe Gilbert misschien een finale à la ronde van Lombardije moeten rijden. Hè? 1-10. Waarom dan niet de koers gaan maken op de Cipressa en daar met een man of 8-9 wegrijden? 1-10. Daar is Philippe Gilbert uiteraard, wordt hij in het oog gehouden. Pozzato nu al op zijn wiel. Mm-hmm. Het lijkt wel het WK Revisited. Ik had voor de wedstrijd een natuurlijke entente genoteerd. Gilbert, Nibali, Ballan, Cancellara, Pozzato. Dat kan nog altijd, want ze zitten allemaal vooraan. En het zijn allemaal mannen die de spurt willen ontlopen. We zijn Centrum Imperia. Naar Imperia San Lorenzo al Mare. En daar gaan we dan woeps rechtsop naar de Cipressa. Je zag daar net even in die afdaling een impuls van Roelands. Het lijkt me inderdaad stilaan tijd dat er wat, zoals daarnet ook al gevraagd, wat verse krachten naar voren schieten. Ik kan niet te blijven rekenen op Koester en op Reines. Daar volgt u mee op het kaartje. Het gele lijntje Imperia. En af en toe duiken we dus dat binnenland in tot twee keer toe. Niet echt hoog, tot een goede 250 respectievelijk 160 meter. Dat is alles. Korte beklimmingen, maar natuurlijk wel doorwegend. En nu ook nog met die nattigheid. Vies. Ja, zeer gevaarlijk. Opnieuw straks in de afdaling van de Cipressa en de Poggio, hè, mocht het nat zijn. We hebben daarnet gezien in de afdaling van Lemanje wat dat kan teweeg brengen. Dat beetje regen, wel, dat kan wel iets zijn. Ferrer en Hushovd nog altijd in die tweede groep. We hebben daar ook nog interviews van klaarstaan, maar gaan we die nog geven? Ik zou nog even wachten. En als we het nu niet doen, gaan we geen kans meer krijgen. Winnaar van Parijs-Roubaix. Maar nog reden, ging vlot omhoog op de Cipressa. Heel vlot. 12 kilometer nog. Top van de Cipressa ligt op 6 kilometer en 200 meter van de aankomst. Dat is wat verder dan vroeger. De aankomst op de Via Roma, pakweg 5-7, 5-8. Hier op de Lungomare Italo Calvino, wat honderden meters extra. Daar de koplopers. Roelands, ex-kampioen van België. Rijden voor Gilbert. Bonen al een poos niet meer gezien. Hij zit er wel hoor, in dat groepje. Hij houdt zich daar schuil van achter. Moet spelen op de overleving. Daar zit hij inderdaad. Helemaal nu in het hoekje en nu weg uit het hoekje. Roelands moet het gat proberen te beperken. Ballan derde, vierde positie. Gilbert aan het wiel van Ballan. Die heeft gezien dat hij een fikse demarrage in huis had. Chanel die me dunkt alles leegrijdt nu voor Offredo. Fransen, dat is al een eeuwigheid geleden hoor. Jalabert, 1995. Die toen wegreed met Van der Jest. Een halve minuut hebben ze. Oh, een halve minuut. En er zijn er wel nog een paar hier die overschot hebben op de Poggio. Recht van Avermaat, jongen. Zullen niet moeten wachten tot aan die tanks daarboven om op de Poggio te ontploffen in de tweede groep. Recht van Avermaat, jongen. Ik zou wel eens een keertje overslaan. Ik zou al eens een keertje passen. Want er zit daar een gehaaide kerel bij. 30 seconden. En Lotto, voor wie het er zo goed uitzag, in het verweer gedrongen.
Roelands die nog eens overpakt van Grijpel. Maar Grijpel die is aan het eind van zijn Latijn. Het is goed dat hij nog altijd een beetje probeert mee te doen. Huisler heeft zich nu in het wiel van Gilbert geposteerd. Hè? Marcato, de hele tijd niet gezien, maar nu is hij er wel. Marcato achter Huisler. En dat was schijnbaar heel makkelijk. 11 kilometer nog. Armaditaggia, dat is waar we nu zijn. Heerlijk schouwspel deze Milaan Sanremo. De 102e editie is er eentje die zal bijblijven. Komen ze er nog? Raken ze nog bij die kopgroep? Of kan Van Avermaat straks vol voor de zegen gaan? 22 seconden. Wordt nu gegeven. Maar balans stopt af voor Van Avermaat. Als dat niet knap is. Mooi. Grijpel. Zien we wel graag een sprinter die zich vol overgave in de achtervolging smijt. Maar het zou van de andere kant natuurlijk ook zonde zijn voor Van Avermaat. Die krijgt hier misschien wel een gouden kans om Milan Sanremo te winnen. Hoe vaak krijg je die kans? En dan daarachter. Gilbert, Huisler, Scarponi. Die schijnbaar moeiteloos herstelt van de inspanning. Ja. Die op kerosene rijdt. Angstvallig. Gilbert aan het wiel van Ballan. Huisler, kijk naar dat aangezicht. Gilbert, coole kikker. Zelden stress. Maar dit moet toch wel stressrijk zijn. Kan niet anders. Popovic, zou die nog eens een poging ondernemen? De man die ging op de Cipressa. Links in beeld, Schenelke. 28 seconden weer. La, 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 la. En we gaan stilaan opdraaien. Hè? Op naar Serreland. Op naar de beslissing. Of ligt die weer wat verderop? De Poggio, 3 kilometer 57. 4% gemiddeld. Max 8%. Buitenplaat klimmetje. Daar gaan ze eraan beginnen. En de chrono gaan we even indrukken. Tjak, en we zijn vertrokken. Je moet tegen, of met een snelheid van 35 naar boven hoor. Wil je Milan Sanremo kunnen winnen. Furlan deed hier 40 gemiddeld. En nu doet het natuurlijk pijn. Hè? Nu voel je natuurlijk al die inspanningen die je daar net geleverd hebt door de Cipressa en in de afdaling daarvan. De Gilbert, dan de Ballan. Nou, we zijn nu al 20 seconden bezig hè, met die vier koplopers. Cancellara schuift in. Ze zijn nog niet opgedraaid. 30 seconden. We zijn nog niet begonnen. Nu wel. 32 seconden. Dat is een probleem. Dat is een probleem. Moet je tot het heiligdom van de Madonna della Guardia wachten? Dan zie je ze misschien niet meer terug. Het is daar kijken. Het is daar lonken. Ballan die zegt, ah nee, ik heb Van Avermaat. Ga niks doen, meneer Gilbert. Lastras dan maar. Lastras die een lengte of twee neemt. Die het tempo de hoogte injaagt in de wetenschap dat Rojas daar ook zit. Gilbert met de Gerdeman. Die als een waakhond op dat wiel plakt. Van Avermaat die in het dal kijkt. Niet te geweldig recht. Dat, dat kopje dat knikt weer. Hè? Van Avermaat. O'Grady. Daar gaat Offredo het tempo weer wat hoger jagen. En zat er maar twee mannetjes in die groep van 44, Francaise Desjeux, en ze zijn allebei mee. Speculeren in Milan Sanremo is dodelijk. Zeker hier. 3 seconden wachten is hangen. Lastras, fantastische daler. Gerdemans, Carponi. Gaat hij dat nu nog eens doen? Ballan. Pozzato zit hier. Popovic. Nibali. Rechts ervan, links Nibali. Denk aan Nibali, aan die zijn laatste kilometers. Dat is een man met een tijdrit in de benen. Tossato zit daar ook nog altijd. Nibali ook al goed in terreno Adriatico. Marco Marcato. Daar gaat Van Avermaat. Van Avermaat gaat er van weg. Van Avermaat demareert vooraan van de rest weg. Reactie van Offredo. Even uitdunnen, zegt Van Avermaat. En de rest? En is dat nu nodig? Is dat nu nodig? Nou, waarom niet? Waarom niet? Gaat nog eens. Ik zou ook Grady toch kwijt willen. Gaat nog eens. Misschien in het zocht van die auto. Ja, dat is natuurlijk wel goed bekeken, hè? Hij heeft daar niet lang nut van gehad, hoor. Die was weg voor hij het goed en wel besefte. Opletten bij het aansnijden van die bochten en die motoren zitten daar toch weer. Daar gaat Nibali. Dat zat er een beetje aan te komen. En nu moet Gilbert komen en hij komt ook. En nu gaat Scarponi weer een inspanning plaatsen. Maar dan houdt Nibali in. Zie je? Dat is het effect Gilbert. De topfavoriet, weet je? Pozzato zit nu ook klaar. Oh, wat is dit spannend. Offredo. Waar is Van Avermaat? Ja, weg.
Goffredo raakt niet bij Van Avermaat en O'Grady die plooit ook. En Chanel die kraakt al helemaal. Van Avermaat moet over een stel wonderbenen beschikken. Kan hij dat doortrekken tot op de top? De top die ligt op 6,2 kilometer. Nog goed anderhalve kilometer voor Van Avermaat en hier valt het wat stil. En het probleem is dat die Poggio eigenlijk begint op het Madonna della Guardia eigendom. Dan heb je nog een jaap van een goede kilometer hè, tot op de top. Gaan, Greg. Dit is Lastras. Met Chavanel en Gilbert zeer attent. En dan Nibali aan het wiel van Gilbert. Krijgen we een verschil? Komt Offredo er al uit de bocht? Nee. Hij gaat nog eens aanzetten. Greg van Avermaat. Dat zou nogal een bevrijding zijn, hè? En een bevrediging na zo'n voorspel. Hier zijn we aan het heiligdom. 30 jaar na Fons de Wolf. Zo meteen komen we aan de Citernes. Gilbert nu zelf. Nu heeft Gilbert zijn versnelling ingezet. En nu is dan die andere punchers om mee te gaan. Hè. En ze gaan ook mee. Nibali, Balan, Hausler. En Lastras. Gilbert nu zelf. Hier Greg van Avermaat. Op dat stuk vals plat. Waar Chalabert onder meer ging. Waar Fondriester ook van wegreed. Maar dat was vroeg in de jaren 90. Toen raakten ze dan allemaal weg. Hier gaat Nibali. Daar gaat Vincenzo Nibali. En Gilbert houdt de benen stil nu. Wat nu? Dit is goed voor Van Avermaat. Dit is allemaal goed voor Van Avermaat. Gilbert lokt de rest uit zijn kot. Nibali, knappe stijl. Winnaar van de Ronde van Spanje. Nog 7 kilometer. Fantastische Milan-San Remo. Dit is Chanel. Wordt nu al ingehaald door Nibali. Voorbij gestoven door Nibali. En dat is een meesterdaler, Nibali. Ik wil hier geen angst aan jagen, dames en heren, maar het is zo. Het is zo. Greg, die moet ver boven zijn. Daar in Hammezoggen worden ze nu ongeveer zot van nervositeit. En hier ook. Nog 6 kilometer 2 van aan de top. En dan al die bochten nog overleven. Boe, heeft het moeilijk. Maar kom aan, man. Is wat vroeg gegaan. Daar ligt Cipressa, het dorpje. 10 seconden. 10 seconden, wat is dat? 10 seconden. Veel zal afhangen van wat Nibali hier nu doet. En of er daar nog iemand uit de achtergrond komt. Daar ginds moet Offredo rijden met O'Grady. Die 10 seconden zijn natuurlijk op O'Grady en Offredo, hè? Nog niet op Nibali. En dan recht blijven natuurlijk in die afdaling. Maar relanceert nog eens. 25 bochten. 25 drommelse, dekselse bochten. Nibali. Of Offredo die omkijkt. Nibali die zichzelf nu ook toch een klein beetje tegenkomt. Anders sneller op dat wiel van Offredo en O'Grady zou gezeten hebben. Groep Gilbert volgt op 26 seconden van Avermaat. Het zal van de power van deze Nibali afhangen. En van Avermaat ook natuurlijk. Ja, en van de samenwerking tussen deze drie in de afdaling. Maar Nibali gaat ze achterlaten of proberen. Offredo mee aan het wiel. 15 seconden voor Van Avermaat. Dat is in principe genoeg. Daar is Gilbert. Is Gilbert opnieuw met Balan. Met een heel groot verzet. Greg Van Avermaat is wel degelijk in orde. Hij rijdt hier nu Poggio binnen. Dan links en dan duiken. Duikbril op en naar beneden. Zo snel mogelijk. Ik zou nog eens op de trappers lopen, Greg Van Avermaat. Ik zou nog eens relanceren. Oeh, het wordt moeilijk. Nibali als een stoomtrein nu met Offredo en O'Grady. O'Grady kan ook formidabel naar beneden rijden. Wat zitten ze dicht? Maar rechtsboven. Krono ingedrukt. Greg van Avermaat. 25 bochten. En dan beneden. Straks op de Via Aurelia. Daar weer samensmelting. Ze zijn er ook al. 10 secondjes. En Cancellara is daar ook, hè? Cancellara komt aansluiten. En dat is misschien wel de beste daler van allemaal. En Marcato, Gilbert, Balan en Pozzato. Opgelet voor de sprong van Pozzato van achteruit. En hier de rest van dat groepje. How about Bonen? Het ging een beetje snel. Dit is Chanel als allerlaatste. Dus nogal wat verval voor Chanel. Maar die heeft zich leeggereden natuurlijk. 15 seconden voor Van Avermaat. Nibali die omkijkt. Nibali, fantastische daler. Nog maar eens zeggen. En nu dat aansnijden van de bochten. Merckx die sneed hier Jan Dori de bochten zo scherp aan dat hij de curbstones gebruikte. Maar die samenklitting daarachteraan maakt het moeilijk voor Van Avermaat. Hè? Ook als ze nog eens beneden komen op die Corso Cavallotti. Het is ook al een klein beetje kleiner geworden, het verschil. Nibali tekent daar de perfecte lijnen uit. Het wordt moeilijk. En een val. En een val. Marcato. En dat heeft misschien het tempo een beetje gebroken. Dat is in dat achtervolgende groepje. Maar niet helemaal vooraan.
Hier zitten we achter Balan. Maar er rijdt een andere Balan, een andere BMC'er vooraan. Die heeft nog 6 seconden naar het schijnt. Daar Marcato. En Balan die heeft, oh, hoere chance. Dat mag je wel zeggen. Gilbert overigens ook. En dat kan misschien dat ritme daar een beetje breken. 5 kilometer nog. Maar amper 6 secondjes. 5 kilometer nog. Secondjes. Opletten voor Cancellara als we beneden komen. Niet te veel opzij kijken, Greg van Avermaat. Alleen vooruit. Daar moet je denken. Een dolle afdaling. Een dolle afdaling. Daar is Kans. En we zijn van de sprinters af, hè, tenzij Hasler daar nog zit. Cancellara gaat er nu vol achteraan. Ai, ai, ai. Ja, ja, en dan als, moet je bidden, hè. Als die met de hamer slaat, dan kun je vingers maar beter niet tussen die hamer en dat aanbeeld zitten. Een seconde of 4 nog. Onze Italiaanse collega Cassani zegt 3, maar wij zeggen 4. 4,5. En is Gilbert daar nu nog bij? Ja, die hangt daar nu aan. Daar links achteraan. Maar Gos ook. Dacht ik snel gezien te hebben. Matthew Gos. Is nog niet gedaan, hè. Hier even aarzeling. Goed, goed, goed. Laat ze maar aarzelen. 5 seconden dus. 6. Allee, Sanremo. Straks beneden. Oh, weer op de Via Aurelia. Nog 1 kilometer of 3. Van Avermaat. Voor het Waasland. Kan het. O'Gray die gaat de kastanjes uit het vuur halen. Na een verdomd matig jaar vorig jaar. Maar daar rijdt hij. Daar rijdt hij. Het zal niet kunnen. Matthew Gos, topfavoriet. Absoluut. Maar Gilbert zit daar ook. En geloof nooit dat het hier samen blijft. Hè. Geloof nooit. Hè. Wat als Cancellara straks alle registers nog eens opendraait beneden. Zoals hij zo mooi zei 3 jaar geleden. Hè. Het was een fantastisch gevoel toen ik aanging. Milan Sanremo winnen, dat is een puzzel leggen. En je moet het laatste stukje in je achterzak houden. Dat is wat hij doet. Ik voelde, zei hij, intuïtief aan dat het tijd was to smash down the hammer. Maar deze Van Avermaat kan misschien wel een klassieker winnen. Wat als hij iets later wacht? Wat dan? Als hij niet wat stilvalt na het heiligdom. Gilbert en Pozzato als schaduwen. Ze zaten daar alweer naar elkaar te lonken. Rijd andermaal. Elkaar niet in de vernieling. Andermaal. Rij om te winnen. Nu niet meer omkijken, Greg. Niet meer omkijken. Je voor het barsten rijden. Er is geen andere mogelijkheid. Het kan niet anders. Het is onmogelijk, want ze zijn daar. Cancellara heeft dat mannetje. Hè? En nu, wat bij de samensmelting. Kans gaat nu even kijken. Dat even pokeren. Een prangend moment. En dan opletten. Aanval of Fredo nog eens, of Chanel? Of is het Roland? Of het is Fredo. Of Fredo. Wow, hoe sterk is die? Dat is voor de tweede keer dat hij vol, vol gaat. Chapeau, man. En dat is inderdaad het gouden moment. En dan moet er gereageerd worden. Cancellara. Himself. Oh, 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 oh. Gos mee. Gos mee. Cancellara die voelt dat Gos mee gaat. Dit kan voor Alfredo een gouden kans zijn. Dit kan hoor. Dit kan ook op die manier kun je Milan Sanremo winnen. Er wordt geaarzeld. Ze zitten bijna op zijn achterwiel. Maar toch komen ze er niet bij. Maar hij houdt in. Hij houdt in. Ja, één versnelling. Gilbert nu. Gilbert. En Gos die alles gaat counteren. Gilbert naar de andere kant van de weg en gaat nu vol door Gos. Ie, wat doet Gos? Hij aarzelt, hij twijfelt. Gilbert heeft een gat van 1,40 meter. Heerlijk moment. Kom maar, Phil. Wat slingeren en goede teen. Daar is Pozzato. Andermaal Pozzato. Ja, hij heeft natuurlijk dat recht. Hij heeft natuurlijk hij dat heeft recht. Het recht, maar dan moet hij nu doorgaan als hij erbij komt. Om te maar hij ziet Balan. Hij ziet Balan. En dan weet hij zijn kansen gehypothekeerd. Opletten, 1,5 kilometer nog, maar Gilbert heeft nog wel power over, die durft dat wel aan. Veel lef, alles in die strijd gooien, alles uiteen ranselen en dan nog wat overhouden om de sprint te winnen. En Pozzato, gaat hij tot op het wiel of gaat hij overpakken? Gilbert met veel vaart door die bocht. Hij relanceert nog eens. Balan in derde positie. En hij slaat weer een gat van 20, 30 meter. Gos zit daar wel klaar. En Pozzato met die lange halen van hem. Denk aan zijn overwinning in 2006. Ja. Dit is Matthew Gos. Onklopbaar zo te zien. Matthew Gos in een zetel. Gilbert, Pozzato. Gilbert houdt wat in. Weet dat hij moet inhouden. Laatste kilometer. En wat heeft Pozzato nu bereikt? Opgelet, Cancellara. Gilbert doet verliezen. Opgelet, Cancellara. Al wordt hij daar een klein beetje opgehouden.
Aanval Nibali. Nibali. Nog eens Nibali. Of Redo mee. Cancellara ook mee. Gilbert aan het duur van Cancellara. Dat kan misschien wel het goede wiel zijn. Nibali, of Redo, Cancellara. Gilbert, wat een spanning. Gos zit daar ook uitstekend. Wordt weer wat ingehouden. Gilbert, krachtig, machtig. Maar kan hij het ook afmaken? Dubbele bocht. Gos zit klaar om te winnen. Gos zit klaar om deze 102e Milan San Remo te winnen. Een Australiër. Gos uit Parijs-Nice, nota bene. Uit Parijs-Nice, vergeet dat niet. Hè. Balan aan het wiel van Gos. Gilbert met Gos aan zijn achterwiel. Even inhouden. Wie durft? Wie durft? Wie niet optrekt, is gezien. Oeh, tempo er helemaal uit. Van achteruit. Scarponi. Scarponi van achteruit. Gilbert ja, aan Gos. Het wiel van Scarponi. En Gos nu al naast Gilbert. Gilbert, kan je? Durf je? Kan je Gilbert? Gilbert kloppen is zo lastig. Gilbert kloppen is lastig. Maar Gos gaat het halen. Gos wint Milan San Remo. Gos wint Milan San Remo voor Cancellara en Gilbert. Matthew Gos uit Parijs-Nice. En wat? De Tireno-baan is gebroken. En wat heeft Pozzato nu weer bereikt? Niks. Nada. Koers is om te winnen. En dan een sprintje voor de eer. Matthew Gos, dan toch een sprinter. Je moet het toch wel geven dat hij het overleefd heeft. Achtervolgende groep hier met Benati, meen ik. Die hier nog de sprint wint. Matthew Gos wint Milan San Remo. Gilbert, derde. Weer derde. Derde. 2008 was hij dat ook. We zijn er zelden zo dichtbij geweest. En je kan ook wel eens een deel van je broek verliezen in Milan San Remo. Maar het was een heerlijke Milan San Remo. Een fantastische Milan San Remo om naar te kijken. Gos zet zijn naam op de erelijst als eerste Australiër. Daar nog eens. Gilbert zet aan. Scarponi trekt de sprint op gang. Gilbert naar het wiel van Scarponi. Gos weet perfect wiens wiel hij moet houden en wanneer hij daar moet uitkomen. En kijk eens naar die machtige halen. Het is een ongelijke strijd. Hij zet de rest echt op een duidelijke achterstand. En dan de sprint van Cancellara. Die mag er ook wel wezen. Ja, dat was de sprint van een spurter, hoor. Dat was niet de sprint van een rouleur. Daar zit ook nog wat explosiviteit op na 300 kilometer. En daar gaat nog wat bij komen. Ja, die dubbel Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die behoort weer tot de mogelijkheden. Daar hebben we de top 10. Gos voor Cancellara en Gilbert. Balan is vierde. Pozzato heeft weer iemand doen verliezen en uiteindelijk zelf maar een vijfde plaats gepakt. Scarponi is zesde. Offredo zevende. Nibali achtste. Van Avermaat negende. O'Grady tiende. En dan op een elfde plaats Ventoso. Petacchi is nog als twaalfde gefinished voor Benatti, Rojas en Marcato. Maar we hebben een hele mooie koers gezien. Vol onverwachte wendingen. Wat was dat lang geleden dat het nog eens zo liep. En wat hebben we lang gedacht? Het wordt nog eens een Belg. Een echte Belg, zoals Fons de Wolf 30 jaar geleden. Maar ja, mag niet zijn. En Gilbert, die grimas, ik begrijp het wel, hè. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Gos, Cancellara, Gilbert, Balan, Pozzato, Scarponi. De Italianen op 4, 5 en 6, maar wel geklopt. Ja. Dan Offredo en dan Nibali. Van Avermaat een uitstekende negende. En ik blijf erbij dat het niet aan Pozzato was om Gilbert te halen. Dat moest hij aan Gos gelaten hebben. Als hij zelf al een kans wilde maken om te winnen. En als hij het toch deed, dan moest hij onmiddellijk overgepakt hebben. Kijk van waar Cancellara komt. Hè. Die heeft eigenlijk te lang gewacht om aan te zetten. Kijk eens wat hij nog goed maakt. Hè. Die komt nou ja, net aan het achterwiel van Gos. Ik zeg niet dat hij zou gewonnen hebben. Maar nogmaals, straks Ronde van Vlaanderen. Oei, oei, oei. Van Bonen vooraan geen sprake meer. Ook al zat hij bij de 44 die zich wisten te onderscheiden van de rest. Ver van de aankomst. Op pakweg 85 kilometer van de aankomst toen het peloton uiteenscheurde. O'Grady is tiende, Ventoso elfde, Petacchi twaalfde, Benatti dertiende. Dan Rojas, Marcato, Rolaan zoals jij al zei. Hier Matthew Gos, gefeliciteerd door zijn ploegleider. Valerio Piva, die twee jaar na Cavendish weer prijs heeft, hè. Matthew Harley Gos, het was echt Harley hè, vandaag. Je moet niet echt super scherp staan om Milan San Remo te winnen, een bewijs daarvan. Maar dat hij in orde was, amai. En hij heeft eigenlijk de perfecte race gereden. Hè? Hij heeft daar vooraan gezien de situatie met Cavendish die daar in de achtergrond verzeild geraakt zat met al die ploegmaats. Mm-hmm. Niks moeten doen. Nee. Zijn enige opdracht was volgen en sprinten. Zijn hele ploeg was teruggeslagen op Le Magne.
Eerst in de klim met Cavendish en dan nog eens door de vele valpartijen en het oponthoud in de afdaling. Ze zijn nooit meer in koers geweest. Hij zat daar alleen als survival, als overlever. Maar hij doet dat dan toch, hè, op Cipressa en op Poggio overleven en mee zijn met de besten. En dat kunnen we van Tom Boonen niet zeggen. En wat als Gilbert niet aanvalt en wacht op de sprint? Dan kan hij Gos nog niet kloppen. Ik denk dat Gos niet te kloppen was vandaag als je ziet hoe die finale zich ontpopte. Alleen als Pozzato niet achter Gilbert gaat, heeft Gilbert een kans. Milan Sanremo is een wedstrijd van momentopnames. En dat juiste moment, ja, dat is het goede als je achteraf wint. Van Avermaat zal straks misschien ook wel zeggen waarom die impuls, waarom er van wegrijden. Ah, misschien meer dan waarschijnlijk omdat hij voelde dat de drie anderen niet rap genoeg meer die Poggio opreden. En dat hij moest wegknallen. Maar wat, als hij daar wat langer wacht, dan blijft hij misschien wel alleen. Maar anderzijds, als je de vaart van zo'n Cancellara zag, die ook nog O'Grady in steun had, dan hielp er wellicht geen lieve moeder aan. Gos, Cancellara, Gilbert, wie die gespeeld heeft, heeft een gouden zaak gedaan. Uiteindelijk is het niet de Milan Sanremo van de sprinters geworden, maar er wint wel een sprinter. Tot daar het verdict van een wedstrijd die afgehaspeld is met een gemiddelde van 43,486. Oké. Okay. Als Pozzato naar de Ronde van Vlaanderen komt, sturen we hem naar de Havana. Maar goed, zelden zo genoten van Milan Sanremo. Ze blijven daar nog met 8 over. Met 8. En het heeft maar een haar gescheeld of het was een man alleen. Die ginds in de achtergrond toch nog sprint voor plaats 9. Met Stuart O'Grady, nota bene. Ook al omdat punten in World Tour wedstrijden van groot belang zijn voor de volgorde van de auto's in de volgende grote afspraken. In de eerste plaats de Ronde van Vlaanderen. BMC met een man op plaats 4 en een man op plaats 9. Ze zullen, het mag dan een troost wezen, dicht vooraan mogen starten. Voilà. Fantastische koers. Graag ieder jaar van dit. Die 2:30, ze zijn voorbij gevlogen. Het cliché kunnen we bovenhalen. Omstandigheden en renners maken een wedstrijd en niet het parcours. De omstandigheden leenden zich daartoe, maar eens beneden na Alemanië hebben de renners beslist om te koersen. Strafste stoot wel van Scarponi in deze wedstrijd. Ja. In zijn eentje een gat van 7,58 seconden dichtgereden van de Cipressa, de brug geslagen naar de Poggio en nu nog meedoen. Ja, de sprint aangaan. Ja. Zonder Petacchi. Die lag er ook al met zijn balletjes af. Handje van Cancellara die wel weet wat het is hier Milan Sanremo te winnen en dus respect heeft voor wat Gos hier voor elkaar krijgt. En opgelet, die Gos, zo'n Costeau, die kan ook Vlaamse wedstrijden wel aan. Hè. Denk maar aan die sprint van een jaar of 4 geleden toen Steven de Jong natuurlijk Kuurne-Brussel-Kuurne won, toen hij Bonen versloeg. Ik zie hem nog heel blij in dat tentje zitten voorbij de finish met die tweede plek. En toen zag je al iets in zijn ogen. Wacht maar, manneke, mijn tijd komt nog. Ik hoop dat ze in het hotel bij HTC High Road voldoende bier in voorraad hebben. Want daar weet hij ook wel zijn mannetje in te staan. Hij heeft namelijk een reputatie van 5-nummer. En Piper heeft zich als doel gesteld vorig jaar. Ik help hem daarvan af. Piper die, toen hij nog bij Omega Pharma Lotto zat, hemel en aarde bewogen heeft om die goals daar binnen te krijgen. Nee, dus. Bij Colombia, het vroegere Colombia, daarentegen wel. Met dit als gevolg. Eerste Australiër op de erelijst. Het zat er eens aan te komen dat Australiërs, die nu al zo lang bezig zijn met de wielrennerij in te palmen, in Sanremo, is hoog in de prijzen gingen rijden. Hè? Terwijl hier nu Michael Matthews solo over de finishlijn bolt. Wilde toch zijn Milan Sanremo uitrijden. Matthew Gos. Het is zijn 8e van het seizoen. Maar dan reken ik daar wel de criteriums of de kleinere koersen bij in de Jaco Bay Classic. En ook het inleidende criterium, de Tour Down Under.
Sagan is 17e geworden. Hausler 18e. Bertolini 19e. Sylvain Chavanel maakt de top 20 compleet. Bonen uiteindelijk 28e. Op 1 en 12 samen met Modolo over de streep gekomen. Hier het moment waarop Scarponi kwam aansluiten bij de groep vooraan. Na een fantastische, formidabele inspanning. Hausler dan toch ook niet goed genoeg. Hadden we eerder in staat geacht om te volgen dan Gos. Maar wie de slotetappes van Parijs-Nice gezien heeft in dat rood weer, die moet wel gezien hebben dat die Gos inderdaad heel, heel goed was. Ik dacht dat Van Summeren hier nu binnenliep. Het is van 99 daar geleden, hè, dat hij uit Parijs-Nice kwam, de winnaar van Milaan-San Remo. Schmil. 2 jaar geleden was het verschil, oh god, 3 centimeter. De band is gebroken. Het foefke is de wereld uit. Ja, slagwekkend, hè? Ja. Het is ook een feit dat hier Visconti, dat mannen als Cancellara en Freire, dat die toch ook al wat kritiek hadden op de organisatie in Tirreno vanwege wat te zwaar, 240 kilometer, alsjeblieft. Een beetje te dicht op Milaan-San Remo. Gilbert die sprak over betonbenen. Ja, daar zou hij vandaag wel vanaf geweest zijn, want hij was wel in orde. Maar met andere woorden, niet scherp of goed genoeg om hier eens een keertje helemaal bovenaan op de hoogste trap te staan. Maar wel weer op het podium. Philippe Gilbert. Goede wedstrijd gereden. Wel niet dat flitsende in die demarrage op de Poggio. Vandaar die demarrage beneden. Misschien een beetje op de verrassing spelen. Maar u zag dat hij niet wegraakte en dat hij daarom ook inhield om toch nog zijn sprint uit te spelen. Straks zal hij er wel staan. Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. En hij ook. Dat is een tandem die we in Vlaanderen wel zullen zien. Dit zijn twee kampioenen op het podium. Twee absolute kampioenen. Cancellara nog iets hoger in te schatten dan Gilbert. Die andermaal bewijst dat hij met voorsprong de beste Belg is van de voorbije 2 jaar. En die lijn gewoon doorzet. En Cancellara die daar alles in het midden stond in 2008. En nu beseft van, tjuh, ik had hier vandaag kunnen winnen. Winnaar van Milaan-San Remo, de 102e editie. Matthew Goss. Rit in Tour Down Under, rit in de Ronde van Oman. En de 3e etappe in Parijs-Nice voor Hausler. Toen was er nog wat twijfel over zijn vorm. Is nu weg. Unshaved. Ruwe Ozzy. Ned Kelly op het podium. Niet vergeten dat deze Oz in 2009 ook al Parijs-Brussel won. En een jaar later, vorig jaar, de 9e rit in de Giro. Shh, Australia Fair. Het volkslied van een sportnatie. En je ziet dat besef doordringen tijdens het beluisteren van zo'n volkslied. Hè? Dan gaat een sporter beseffen, wat heb ik eigenlijk verwezenlijkt? Een land dat een sportnatie is en op 10 jaar ook een echte wielernatie is geworden. Een van de topwielernaties in de wereld. Ga me niet meer scheren. Tot een Belg Milaan-San Remo wint. Ho, ho, ho. Abraham. Het is een Tasmaniër, hè? Karel, kort over Tasmanië. De Tasmanian Devil. Het land ontdekt door Abel Tasman.
un podio straordinario. Grazie ragazzi per lo straordinario spettacolo che ci avete regalato. Merci. Thank you. Ik dank André en ik dank ook Renate.